Ja, Nina zei het al. Waarschijnlijk kennen jullie Robert-Jan al een beetje van een van de bands waar hij in gespeeld heeft. En dat beetje dat we hem kennen, daar gaan we proberen iets meer van te maken bij dit interview. Nog even een klein stukje introductie. Even Nina een stukje herhalen. Robert-Jan Stip, toetsenist, zanger, componist, producer, arrangeur en bewerker. Getrouwd, vader van twee kinderen. Ja. Sinds 7 jaar Delfenaar. Maakte sinds eind jaren 60 naam met de band Super Sister. Was lid van Golden Earring. Produceerde onder andere Grupo Sportivo. Was oprichter van Trans Sister. Trad in 1981 toe tot The Nits. Die had je ook geproduceerd. Ja. Album. Ja. Werkte onder andere met Freek de Jonge, Bart Chabot. Doet inmiddels ook soloprojecten en toert vanaf maart met The Nits. En hun nieuwste album Malpensa. Nou, klopt dat? Dat hebben we al gedaan. Dat hebben jullie al gedaan. twee jaar. 2 jaar geleden hebben we Malpensa gemaakt. Maar wat wordt de nieuwe tour? Dat wordt een jubileum tour. Oh, okay. Wij bestaan dit jaar 40. Zit iets dichterbij, dan is het misschien iets minder rondzien. Kijk, muzikant. de Nits bestaan, dat is ontegenzeggelijk waar, 40 jaar. En daar konden we niet aan voorbij. En nee. Dus we gaan een verzamelbox uitbrengen met een beetje een soort historisch overzicht van 3 cd's met de hoogtepunten. En een 4e dvd met alle video's erop. En naar aanleiding daarvan gaan we volgende week een historisch verantwoord heel kort toertje doen. Aantal clubs waar we vroeger ook gespeeld hebben. En dan eindigen we in de kleine zaal van Paradiso. En dan spelen we de materiaal van de eerste 10 jaar. Tent en New Flat. Cool. Ja, ja. Nou. En dan verderop gaan we weer iets verder in het repertoire. Maar dan gaan we ook weer de aantal buitenlanden doen die we toen de tijd veroverd hebben. En dan na de zomer gaan we weer aan een heuse theatertour. Gewoon voor een jaar lang door Nederland en buitenlanden. En dan gewoon met gemengd repertoire van vroeger en nu. Dus je kan tot je pensioen vooruit, zeg maar. Ja. Beeld. Qua werken wel, ja. Maar goed, om je wat beter te leren kennen, beginnen we met een stukje uit je jeugd. Kijken hoe dat allemaal zo gekomen is. En dan kunnen we het eerste plaatje bekijken. En dat is het gezin. Ja. Dat wil zeggen, behalve vader. Ja. En behalve moeder. En behalve moeder ook. Mag ik nog even terug? Dus behalve moeder, vader, zus. Ja. Maar met. Ja, Robert-Jan. Hij mag niet terug. Maar wat was het voor gezin? Kan je er iets over vertellen? We woonden in een nogal vreemd huis. In de Johannes Kamperstraat in Den Haag. En er was een gymnastiekzaal zat eronder. Ja. En dat was ooit omdat mijn vader, die was van de heilgymnastiek en massage. Maar hij was ook gewoon gymleraar en tennisleraar. En we hadden ook zo'n driehoek hadden we op de muur naast de deur met heilgymnastiek en massage. Erkend. Erkend, ja. Ja. Maar door de oorlog is dat allemaal niet zo hard gelopen zoals het ging. Dus we moesten die zaal ook verhuren. Ja. Dus daar kwamen een aantal scholen, kwamen daar ook gymnastieken. Dus dat maakte ontzettend kankerherrie. Kankerherrie. En, dus dat was de huiselijke situatie. Ja. En mijn vader was niet altijd thuis, wat op een gegeven moment ertoe leidde dat er ook gescheiden werd. Ja. En, Maar desondanks konden we wel lachen voor de foto. Je had 2 zussen en een broer, oudere broer. Jij was de jongste? Ja, duidelijk nakomer. Een nakomer? Ja. Oké. Mijn broer is 6 jaar ouder, is Wouter. Kennen mensen misschien ook wel. Die heeft vroeger veel televisieprogramma's gemaakt en heeft ook cabaret gedaan. En ja. Tegenwoordig schilder. Ja. Want jij had ook een muzikale band met je broer, hè?
toch? Samen ja, pianolessen. Ja, in zoverre dat de eerste pianolessen waren gedeelde lessen. We kregen allebei een half uurtje. En eigenlijk had hij meer talent dan ik. Want ik was meer de brave student. Maar jij ging er heel slim mee om met het talent van je broer. Andersom. Qua studeren. Hij studeerde? Nee, ik studeerde. Oh, jij studeerde? Ja, dat was het. En hij kwam een half uurtje voordat de juf langskwam. Zei hij van, spelen is, hoe gaat dat? En dan keek hij naar mijn vingers. Oh, en dan deed hij het ook. Ja, precies. Slim. Ook. Maar dat gaat maar tot bepaalde hoogte gaat dat goed. En op een gegeven moment leed dat schipbreuk. Ja. Maar we hebben wel vaak samengespeeld. Hij mondharmonica en ik piano. Ja. We kunnen wel even door naar het volgende plaatje, waarbij we op jouw lagere school, denk ik, ongeveer terechtkomen. Spannend. Ja, daar zit je. Of misschien wel de kleuterschool. Kleuterschool, ja. Want op de lagere school begon jouw muzikale carrière eigenlijk, hè? Ik was al gauw flink bezig met muziek. Ja. En dat leidde er ook onder andere toe dat je hebt hier op altijd zo'n afscheidsavond op school. Ja. En toen ik nog in de vijfde zat, dus nog niet in de laatste klas, toen werd ik al een keer gevraagd. Want mensen denken soms heel raar over muzikanten, dat als je iets kan, dat je dan ook alles kan. Maar er was op die afscheidsavond van dat jaar was er een jongen die had voor zijn verjaardag had hij een hele grote accordeon gekregen. Echt. En was een beetje een dik jongetje ook. Hij was niet echt de populairste van de school. Beetje zielig. Maar wat bleek nou, van hij moest iets doen. En van zijn ouders moest hij ook met die accordeon, want die had hij gekregen. Moest hij dus op die afscheidsavond in het toneelstuk moest hij een boerendansje spelen. Waarop iedereen dan de rest ging dansen. Maar dat lukte blijkbaar niet. En toen vroegen ze aan mij van, jij bent toch zo muzikaal? Kan jij niet accordeon achter hem spelen? Ik had eigenlijk nauwelijks accordeon gespeeld, maar mijn zus was kleuterleidster en die had dus een klein accordeonnetje. Dus ik werd inderdaad achter hem, achter de coulissen gezet. En hij playback. Ja. Hij speelde lucht, zeg maar. Ja. Luchtaccordeon. Eigenlijk heel vreselijk. Ja. Maar het jaar daarna, toen heb ik ook de hele avond begeleid op piano en zo. De afscheidsavond. Ja. Want die piano, die was jullie gezin ook binnengeslopen. Je vader kwam er op een gegeven moment mee thuis, las ik. Ja. Vraag me af hoe dat gaat. Je komt niet onder je arm. Ik kwam niet met een vleugel. Het was echt een vleugel. Ja. En daar ben ik hem natuurlijk eeuwig dankbaar voor. Maar op dat moment kwam het echt budgetair niet goed uit, zeg maar. Hij had wel vaker, want hij leefde in pieken en dalen. Mm-hmm. Ja. Dat was een dalletje tegelijkertijd met het hoogtepunt van de piano. Ja. Maar jij ervoer ook zijn muzikaliteit. Hij speelde. Hij bleek te kunnen spelen. Ja. Ik wist dat niet. Je wist dat niet. Daar had hij natuurlijk nog nooit de kans voor gehad. Vandaar dat hij opeens met de piano thuis barstte die opeens los. Ja. En ik zat daaronder, onder die vleugel. Ja. Ja, dat is geweldig. Bizar. Ja, hij speelde echt Beethoven en Bach, Mozart. En vooral Beethoven, dat heeft zo'n power. Ja, jij zat daaronder, want je was ook niet een teruggetrokken kind, maar je was wel een rustig. Je was geen buitenspeler, geen. Nee, ik speelde weinig buiten. Ja. Terwijl wij wel het adres van de straat waren waar ze allemaal ballen en kasti, heette dat vroeger toch? Kasti van die slaghouten en zo. Dat hadden wij natuurlijk allemaal in de gymzaal. Ja. Dus wat dat betreft waren we populair. Ja. Maar ik heb me alleen enigszins met de kerstbomenjacht bemoeid. Oh ja. Nou, dat was natuurlijk, ging wel heftig aan toe in Den Haag. Ja, heel heftig. We gaan weer een klein stapje maken, anders gaat dit te lang duren. Prachtig, hè? Dit. Ik ben de ontbrekende. Ja.
Maar even over de muziek terug. Of je vader, die heeft dus eigenlijk het vuurtje aangestoken bij jou? Of? Ja, je had meer daar die ook nog later weer in zo'n bui met een heuse bandrecorder het huis binnenkwam. Okay. En dat was zo'n Uher, dus een mono lintmagnetofoon. Ja. Met zo'n groen oog. Ja. En we hadden toen de draadomroep. En dan had je op kanaal 4 of zo, had je dan buitenlandse zenders. En een daarvan was soms de BBC, die op gezette tijden toen al volgens mij Top of the Pops uitzond. En mijn broer nam dat op. Oh. En via die link ben ik dus al heel vroeg met popmuziek in aanraking gekomen thuis. Want die nam dus Elvis en Cliff en de eerste dingen nam hij op. Ja. Dus die hoorden we regelmatig door het huis. Ja, oké. Want je bent in de jaren 50 ben jij opgegroeid, was jij kind. En dat was een tijd van vernieuwing. Modern was het toverwoord, Amerika. Er gebeurde opeens van alles. Er werd wel een hoop ontdekt. Terwijl de tijd op zich, of het nou echt zo vernieuwend voelde, dat weet ik niet. Het was ook een hoop truttigheid, zeg maar. Dat is net hoe je het hebt. Maar misschien was er daarom ook wel veel vernieuwing. Ja. Ja. Wat zien we hier? Is dat middelbare school? Ik wel, maar de omgeving niet. ik heb een hele tijd heb ik om mijn eerste orgeltjes te verdienen, of mijn eerste orgeltje te verdienen, heb ik heel lang bij een kinderoperette balletgezelschap Morgenstond in Den Haag gespeeld. Om geld bij elkaar te spelen. Dus elke woensdagmiddag en zaterdagmiddag zat ik urenlang eerste plié, tweede plié, jeté. Ik wist alles precies uit mijn hoofd wat voor maatsoort er bij welke oefening was. Dus daar kon ik ook later ook mijn conservatorium dingen in doorweven. En dat was een mooie manier om te improviseren. En die kregen op een gegeven moment een aanbieding of een vraag van het koninklijk van Soestdijk. Of ze wilden dansen op het grasveld voor Soestdijk. Ja, 1965. Als het grote krentenbrood langskwam. Ja. Dus, en dat werd natuurlijk in dankbaarheid aanvaard en moest ik ook mee. Alleen, er was een probleem met versterking. En toen zei ik, maar we hebben met onze band hebben we versterkers. En toen, dat was mooi, kwam mooi uit. Dus we kregen de versterking van de band mee. En toen zei ik, misschien is het ook wel leuk als wij dan daar een paar nummers spelen. En toen hebben we nog met, wat toen het schoolbandje was, waar later Super Sister uit is gekomen. Hebben we daar twee nummers gespeeld, terwijl de koninklijke familie op het bordes stond mee te swingen. Het waren de Blubs. De Blubs, we heten toen de Provocation, maar die naam mocht niet op de bassdrum. Dus die hebben we eraf gehaald. Maar we hadden inmiddels al vrij veel gespeeld, dus die trommels waren al stoffig. Dus die plakletters eraf gehaald, dat maakte niks uit. Want die stond in plaats van zwart, stond er nou wit, Provocation. En de Knickers, wat zeg je dat? De Knickers, dat was het eerste bandje wat ik ooit gezien heb op school, dat ik zag dat je als leerling van een school gewoon een bandje kon vormen. Want we hadden toen de tijd, dat was op het Torbeck Lyceum Den Haag, wat nu niet meer bestaat. En daar had je nog thé dansants. Maar dat was dan het eerste thé dansant waar een bandje speelde. En toen viel mijn bek even open. Dat was de kennismaking met de... Ja, die speelde Shadows en... Ja. Ja, Cliff. En wat we hier zien, zijn dit de Blubs? Of, dit zijn de Blubs, ja. Kijk, dames en heren, de Blubs. Ja, erg leuk. Ja, dat is grappig, want die foto kreeg ik 14 dagen geleden te zien. En het is ook het allereerste optreden geweest. Van de Blubs. Behalve dan op school. We speelden natuurlijk al heel vaak op school. Maar het was altijd spannend als we bij een optreden kwamen. Want we repeteerden natuurlijk altijd met een piano.
En ook eigen nummers en zo, maar heel veel Kings en Stones en Beatles. Nee, Beatles durfden we niet aan. Dat was te goed. Maar in ieder geval alles met piano. En het bleek soms, als je bij een optreden kwam, dat er gewoon geen piano stond. Want dat hadden we nog niet bedacht dat dat ook zou kunnen. En dan was ik de zanger. Okay. En frontman met tambourijn. Kijk. En mondharmonica. Ik denk dat we daar ook een plaatje van hebben. Maar hier stond dus een piano, alleen stond hij dus naast het podium. Ja. Kijk, hier heeft hij. Ja. Mr. Tambourine Man. Hier was geen piano. Ja. en dit is ook later. Ja. En dit is nog later. Iets later. Is dit al Super Sister? Nee. Dit is Transistor. Transistor. Is 1980, zeg maar. Oké. Ziet wel erg jong uit daar. Maar goed. Kan. Laten we even een stapje verder gaan. Nou, dit is... Dit is Super Sister. Ja. Ron, Sascha, Marco en ik. Ja. Allemaal met een intelligente bril. Ja, er is heel wat om te doen geweest. Ja. Het is zeg maar het bekende verhaal van Super Sister. Dat het... We stonden te boeken als intelligente groep. Omdat we net iets andere muziek maakten. En net iets andere teksten schreven dan... de meeste bands. Ja. Maar volgens ons was het ook voornamelijk op dat drie van ons een bril droegen. Ja, precies. Maar dat andere muziek maken, dat was ook wel een duidelijke missie van jullie. Het was voor ons hele spontane muziek. Gewoon, we wilden gewoon niet aan de blues en we wilden niet aan Nederlandse muziek. Ik zat op het conservatorium in die tijd dat die muziek ontwikkelde. En daar leerde ik allerlei dingen die niet mochten. Ja. En Haagse conservatorium, zeg je. Ja. Het koninklijk. Ja. Strenge, behoudende... Ja, want ik mocht eigenlijk niet in een bandje spelen. Ik mocht geen plastic toetsen aanraken. Zo. Ik mocht alleen maar ivoor. Ja. Dat was toen nog anders, dus... Ja. Maar ik vond het zo leuk in een bandje spelen. Dat ik voelde echt van, ja, daar kan ik in ieder geval dat ei kwijt. Ik vond klassiek, en vind ik nog steeds prachtig en heerlijk om te spelen. Maar ik merkte al gauw dat ik niet tot de top zou behoren. En dat het best wel een lastige wereld is, die klassieke wereld. Dus ik prijsde mezelf gelukkig dat ik met de band... konden we een weg vinden waar we totaal ons eigen ding konden doen. Ja. Alleen dat werd op het conservatorium niet echt geapprecieerd. Dus ze snapten er gewoon niks van. Nee. Bijvoorbeeld mijn pianoleraar was vroeger een wonderkind geweest, Simon Admiraal. Die kon dus fantastisch piano spelen, klassiek. Maar dan begon hij toch een beetje aan me te vragen, maar hoe doen jullie dat dan? Want ik vertelde wel eens dat we gewoon zonder afspraak het podium opgingen. Ja. En improviseren. Ja. Daar snapte ze echt helemaal niks van. Dat kon niet. Dat ging niet aan. Nee. Werd ze uiteindelijk ook verboden. Ja. Super Sister was vrij snel een succes. Waar je ook creativiteit ontzettend in kwijt kon. En opeens stonden jullie op Kralingen en Pop. Ja. Het was natuurlijk wel een lang voorverhaal. Maar op een gegeven moment besloten met vier muzikanten om op de muziek te focussen. Terwijl daarvoor... echt een los zootje was met dichters en performers en body painting, action painting, rookbommen. Maar in eind 69 besloten we met z'n vieren echt muziek te gaan maken. En dat werd in 70 al gelijk opgepikt. Daar hadden we groot geluk bij. Ja. Dat we een singeltje mochten opnemen. Ja. She Was Naked. En dat werd goede mensen op het goede moment tegengekomen. Een rol gespeeld. Maken we een sprong naar de Golden Earring, waar jij lid van bent geweest? Ja. Een tijdje? Ja. Hoe is dat om met deze mensen, om een lid van Golden Earring te zijn? Ja, dat was fantastisch. Het was natuurlijk heel andere koek dan Super Sister. En dat vond ik ook wel het interessante eraan. Het was eigenlijk zo dat de dag dat Super Sister ophield te bestaan, stond Cesar bij ons aan de deur van... Hey Robert-Jan, heb je soms zin om mee te gaan over 14 dagen? Gaan we naar de Verenigde Staten?
gaan we weer een van onze tours doen. En we willen graag iemand erbij hebben die het geluid verbreedt en gewoon meer toevoegt. Ja. En ik stond heel even perplex. Wat? Jullie? We waren goede vrienden, maar we wisten gewoon van elkaar dat het muzikaal... Waar er niet zo heel veel raakvlakken. Gewoon, nee. Maar, en daarom vond ik het eigenlijk wel zo interessant. En van hun zo dapper dat ze mij vroegen. Ja. Dus ik heb gelijk ja gezegd. En toen in 14 dagen moest ik de Moog synthesizer leren bespelen. Want ik had tot nog toe alleen maar op Farfisa orgeltjes gespeeld. Met Wauwauw en Fuzz en pianetjes. Maar bij hun moest echt maar dat zware geluid komen, met de Moog. In eerste instantie was je een toegevoegde toetsenist, ja. Maar later ben je ook... Ja, nou, ik werd al vrij snel in de band opgenomen, omdat we waren al vrienden. Dus we kwamen bij elkaar over de vloer en we aten bij elkaar en we tafelvoetbalden. Ja, precies. Heel erg rock'n'roll. maar ja, dus... Ik was er al in opgenomen voordat ik het wist, zeg maar. En zij vond het gewoon niet leuk om mij als vijfde wiel aan de wagen mee te nemen. Dus, en het bleek ook later dat ze wilde ook muzikaal wilde ze wel andere wegen inslaan. En, dus ik kon op een gegeven moment kon ik ook gewoon meer mijn ding erin kwijt. En met als gevolg dat we de twee minst verkopende Iering... LP's hebben gemaakt. Wat veel lastig was voor hem, want ze hadden natuurlijk net Radar Love gehad. Ja. En ze waren eigenlijk op zoek naar een opvolger. Hier nog een keertje. En dit keer zonder bril. Ja. Dit was eind Super Sister heb ik de bril afgeschaft. Okay. Ik denk dat we nu naar de fragmenten moeten gaan. Want we zijn dan denk ik een kwartier uitgelopen. Ja. Maar het was hartstikke interessant. Kwartier uitgelopen. uitgelopen. <hè. laughs> Oh, hier hebben we nog eventjes, is dit... Dit is Sweet the Buster. Dus met Bertus Borgers, die ook heel vaak bij de Iering meeging als de gedeelte van de blazerssectie en dat nu nog steeds doet als solo saxofonist. En dit zijn de Nits. En de Nits. Het mannentrio. Ja, leuk. Het eerste fragment is, grappig genoeg, dat is een leuk opstapje. Een interview van twee muzikanten. Zo lijkt het, min of meer. Ja. dat spelen ze in ieder geval. Ik vond het, en ik zag de overeenkomst tussen nu van iemand die een muzikant interviewt. Precies. En wij zijn twee muzikanten, maar zij hadden dat was de andere disciplines. Maar, draai maar. Ze bewegen niet. Wij zijn, dames en heren, hier aangekomen in het huis... Met onze hele equipe. In het huis van de maestro. Mag ik maestro zeggen? Ja, dat kunt u doen. Wat denkt u van de muziek in het algemeen? Ja, kijk eens, in het algemeen denken wij kunstenaars weinig. Hè? En over muziek denken we helemaal niet, want dat is iets wat het uit het onderbewuste als een soort moerasgas naar boven welt. En als u dus een beroep doet op mijn intelligentie, dan graaft u in een beerput. Hé. Ja, meneer. Hé, daar komen we ook niet verder mee. Kijk, meneer, een muzikus heeft iets te zeggen. Betrekkelijk weinig, maar hij heeft iets te zeggen. En wat hij te zeggen heeft, dat is... Ja, dan zult u wel even opkijken. Hou u maar even vast in de piano. Leed. Leed? Ja. Hoe bedoel u? Kijk, we leven hier onder het ministerie van Hoka Weber. Daar nogal verzorgd. We hebben zelfs op de Veluwe door minister Kals is daar een huis gesticht voor kunstenaars die niet lijden, kunnen daar lijden. Waarom heb je dit fragment gegeven? Nou, ik stuitte er toevallig op. Maar ik moet zeggen dat toen jullie me uitnodigden... het gaat natuurlijk voornamelijk om dingen van vroeger. Tenminste, daar ben ik van uitgegaan.
Ik moest onwillekeurig aan Godfried Bomans denken. Van is iemand die je eigenlijk nooit meer voorbij ziet komen. Logisch, maar stel je voor. Dat zou een beetje eng zijn. Ja. Maar in mijn herinnering was dat wel iemand die heel erg eigen was. En als je dan zo nu dan een fragmentje van hem zag, dan was het toch wel bijvoorbeeld die speech die hij hield bij de Krankale du Disc. Over van, had mijn vrouw maar één zo'n been. Zijn humor stond, was dermate eigen en eigenwijs dat op de een of andere manier toch wel een soort van tand destijds doorstaat of zo. En toen kwam ik hierop en toen zag ik ons al zitten van jij mij interviewend en dat de muzikant eigenlijk niet zoveel te zeggen heeft. En ze snijden natuurlijk het cliché aan van leed. En dat is misschien wel het verschil tussen Super Sister en andere dingen die ik doe. Een heleboel muzikanten gedijen bij leed. En ik denk niet dat het ons ding heel erg is. Nee. Ik kan niet eeuwig met de blues. Nee, ik heb wel grote respect voor goede bluesmuzikanten. En ik vind het ook heel leuk om soms te doen. Nee. Maar ik ben niet iemand die gewoon mijn hele leven daarin kwijt zou. Misschien een goed voorbeeld is het volgende fragment. Een andere, of tenminste helden. Als we het over jouw helden hebben, dan komen we bij Soft Machine terecht. Ja. Dat was een openbaring. Kijk. Soft Machine was echt voor mij kwam toen gewoon zeg maar dan kwam je op feestjes en dan werd er allerlei muziek gedraaid. Was natuurlijk sowieso was er ontzettend veel interessante muziek omdat alles nieuw ontdekt werd. Gewoon als een groep met een nieuwe LP kwam, dan kwam er ook werkelijk iets nieuws op de wereld. Ja. Maar toen ik voor het eerst Soft Machine hoorde, dat wat was het bijzondere aan? Ik hoorde gelijk een aantal sleutels, zeg maar. In dit fragment misschien niet zo duidelijk, maar zij gebruikte het gewoon. Normaal doe je in muziek, of deed je in muziek, maakte je gebruik van akkoorden die opgebouwd zijn uit tertsen. Zeg maar, alle lichte muziek wordt daarmee gemaakt. En
zij gebruikten heel veel, juist niet die terts, die lieten ze weg, maar ze gingen één stapje verder. En dus een afstand van vier kwarten, een opstapelingen van kwarten. En dat geeft zo'n totaal ander beeld aan muziek, zo'n totaal andere sfeer. Want het is te vergelijken met de Franse klassieke muziek. Zeg maar, op het moment dat Ravel en Debussy en Satie, die hebben dat ook gedaan. Die hebben die gevangenis van de drieklank en de septiemakkoorden hebben dat naast zich neergelegd. En zijn ook die kwarten op eenstapelingen begonnen. Waardoor er een totaal andere wereld ontstaat. Okay. En, dat waren de Franse impressionistische. Ja. En daarnaast werkten ze heel veel met ook afwijkende maatsoorten. Dus niet alles was gewoon in vier, toen taken, toen taken. Maar het werd 7 en 13. Binnen een stuk ook vaak wisselingen van. Ja. Dus ze gingen op een heel andere manier met muziek om. En toen ik dat hoorde, ja, wat ik zei, van ik hoorde gelijk een aantal sleutels. Plus de organist die een fus en een wauw op zijn orgel had gezet. Ik dacht, nou ja, dat is een goed idee. Ja. Want dan, dan kan je ook een beetje de soort gitaarfunctie kan je dan vervullen als toetsenist. En als je niet uitkijkt, kan toetsenist een behoorlijk saai gedeelte zijn van de band. Ja, een vuller. Je hebt ook toetsenisten die bij wijze van spreken net zo goed een baksteen op toetsen kunnen leggen. En weglopen voor een biertje. Ja. Ook een idee. Ja. We gaan naar twee stadgenoten van jou. Ja. De heren. Ja, dat is, daar kan ik niet omheen. Nee. Gewoon Cote-en-Bie. Ik heb geprobeerd naar originele dingen te zoeken, maar die mannen hebben zo'n stempel op. Ja, in ieder geval de Haagse. Op Den Haag. Ze zijn natuurlijk de ambassadeurs van Den Haag geweest, eigenlijk. Ja. En ja, ik weet toch gewoon, die zondagavond op de VPRO, dat was voor mij altijd een houvast. Ja. Van, wist je ook waar je de volgende dag over moest hebben? Hoop en troost, zeg maar. En lachen. Juist, ik ben Klaas de Dit is het niet. Oh nee, ja, nee, dat is een ander. Dan doen we deze. Ja. Doen we deze toch maar even. Een soort seizoenarbeider, heb ik begrepen. Ja, ze kennen mijn huur. Hoe? Ik ben dus te huur als Klaas. Als Sinterklaas? Nee, gewoon als Klaas. Wat is het verschil tussen Klaas en Sinterklaas is een ouderwets gebeuren natuurlijk. En daarom willen wij dat moderniseren, mijn vrouw en ik. En daarom verhuren we ons dus als Klaas en Piet. Uw vrouw is dan Piet? Ze heet Nel, maar we verkopen haar als Piet omdat we toch de oude traditie toch in eer willen houden. Dus Sinterklaas, dat gebruiken wij niet. Ook dus het lied Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht, hebben wij dus veranderd in Klaas, even wachten. Kom maar binnen met je vrouw. Kom maar binnen met je vrouw. Nagelang. Dat kan je ook zingen, kom maar binnen met je vrouw. En dan komt met je vrouw. Nel. En komt Nel en ik. Kom maar dan binnen. U gaat niet meer zoals weleer over het dak? Nee. Door de schoorsteen? Wij bellen gewoon aan. Waarom is dat? Omdat ik krijg mijn vrouw niet meer door de schoorsteen heen. Die vreet als een tijger, die gaat over Tieneke de Nooi heen. En we hebben diverse malen geprobeerd om de schoorsteen aan de binnenkant met vaseline te smeren en dan er doorheen te zuigen. Maar dat verzekering wil mijn vrouw niet meer dekken. U wel? Mijn dekken ze nog wel. Nee, maar wil u haar nog wel dekken? Jazeker. Oh, ja, dat gaat goed. Dan door natuurlijk, want we moeten natuurlijk ook aan de toekomst denken. Heeft mijn u... zoon neemt de zaak ook over waarschijnlijk. Maar die heet Bram, dus dat zal een heel gedoe worden. En zijn vrouw, of heeft hij die nog niet? Die heeft hij nog niet. Oh, dus dan kan hij helemaal niet aan de slag natuurlijk. Ligt er wat zijn vriend ervan. Heeft u nog een... heeft u nog een opleiding genoten als Klaas? Natuurlijk, je hoort niet zomaar Klaas. Hoe dan? Het is een kwestie van studeren.
Ah, moet je alle liedjes uit je hoofd kennen. En die ken ik dus. Maar wij staan dus vermeld in de gele gids. Om te huren. Wij staan onder trektafel. Dat is in de tijd verkeerd neergezet. Maar de vaste klanten weten het intussen. En bij aankoop van een trektafel wil een wijkman komen plaatsen. Hoe komt u dan bij trektafel terecht? Ja, dat is een fout van de gele gids geweest. Maar waarom heeft u die niet laten veranderen? Dat was toen niet meer nodig, omdat wij intussen al zo ingebeurd. Mensen wisten al, Klaas, dat staat onder trektafel. Waar woont u eigenlijk? Wij wonen in Amsterdam, Driehoog. Maar zomers dan zitten wij dus in Venezuela. Wij zitten in Spanje, op de camping natuurlijk. Natuurlijk zitten wij op de camping, mijn vrouw en ik. En dan, wij zijn natuurlijk onherkenbaar, omdat ik ga niet in zee, anders zien de mensen me tabberd. Dat begrijp ik niet. Ik laat niet van iedereen me tabberd zien, dat lijkt me nogal logisch. Je gaat niet midden in de zomer je tabberd laten zien. Het is een plaatselijk, tijdelijk gebeuren. Dus u ook? Anders hebben wij de hele dag kinderen achter ons aan. Hé Klaas, hé Piet. U houdt niet zo van kinderen? Wij hebben zelf ook kinderen, Bram. Bram? Bram, die de zaak overneemt. Dat was zat. Dat was meer dan genoeg. Hoe is de business op het ogenblik? Het is momenteel erg druk. Omdat in deze tijd is dus het hoogtepunt van onze verhuur. Dus er wordt veel gebeld. André van Duin kon goed behoorlijk uitlopen. Er wordt heel veel gebeld. Mensen die ons kennen, ja. Die bellen heel ver. Voornamelijk om af te zetten. Het bruggetje naar Cote & Bee is natuurlijk humor. We praten humor. En we zullen eerst Cote & Bee even... Ik stuitte toevallig op zoek naar dingen hier voor vanmiddag. En ik vond het telkens wel leuk als ik twee mensen met elkaar zag praten, omdat wij dat dan ook doen. En ik vond dit zo'n bijzondere combinatie. Ik had het nooit gezien. Isha Meijer en André van Duin. Ja. Ik vind het bijzonder van André van Duin. Dat hij... die heeft ook iets tijdlozigs. Ja. Zeg maar. Want als je hem nu ziet... is eigenlijk weinig veranderd. En het leuke is dat... Ja, hij was eerst echt verkeerd. Zeg maar. Gewoon... Mocht je niet leuk vinden. Dat kon niet. Nee. Maar dit was dus eigenlijk in de tijd dat je hem niet leuk mocht vinden. En eigenlijk was hij dus ontzettend leuk. Ja. En nu zegt iedereen ja. Ja. Maar dus op een gegeven moment krijg je die rare grens tussen kitsch en echt. Ja. Ik ben dan altijd heel benieuwd wat er in zo iemand omgaat. Van heeft hij dat dan altijd wel aanzien komen? Of dermate overtuigd van zichzelf dat hij echt... Woep, die koers die zet ik uit en dat komt goed. Het kwam natuurlijk sowieso goed voor hem. Altijd uitverkochte zalen en weet ik veel wat. Maar nu mag hij dus ook nog. Ja. En zo iemand, hij samen met Isha Meijer, dat had ik zelf niet... Hij zou een goede zijn voor zomergasten. Ja, nou ja, in feite wel, ja. Ja. Zullen we naar Cote & Bee gaan? Ja, want toen dacht ik, ja, maar als ik hun laat zien, dan moet ik ook wel eigenlijk echt twee laten zien die echt heel erg leuk zijn. Ja. Het is een ontzettend lang stuk, alles bij elkaar. We hebben een paar fragmenten. Moet ik het introduceren, welke scène het is? Ik denk dat het... Nou, het heet contactadvertentie. Ja, dan weet je genoeg eigenlijk. Ja. Ik wou iets van welke rondborstige. Rondborstige. Even denken hoor, dat is belangrijk, dan zit ik misschien mijn hele leven eraan vast, hè. Welke rondborstige, niet square denkende, dat vind ik wel goed, dat zit meteen in dezelfde square. Square, zeg je square? S-K-W-E-R. Square. Dat ze een beetje op mijn golflengte zitten. Juist, denkende. Niet square denkende, meisje of vrouw kan natuurlijk ook. Of vrouw. Wil plaatsnemen, lijkt me wel goed, op de andere schaal van mijn kosmische balans. Dat ze dan voelt zij wel, als het goed is, voelt zij wel wat ik ermee bedoel. Balans ten einde, samen in harmonisch evenwicht.
Man is evenwicht dingen te doen. Dingen te doen. Dingen. Doen in, de, in deze eeuw. Dingen te doen in deze in eeuw. Deze eeuw. Liefst met open haard. Zijn er veel van die verhalen bij de lichtpuntjes? Met ja, de inhoud van de brieven natuurlijk. Die, nou, ah, dat kennen merken we dan pas sturen de brieven meteen haard, door. Okay, maar liefst met open haard. Haar. Chris Slik. Dat is Grasus, schrijf je dat? G-A-C-S-L-I-K. Ja, oké, okay, Slik. Eens even kijken hoor. Maar ook klassiek. Dus, maar ook klassiek. Maar zij houdt ook van klassiek. Zet op maar, anders is het een beetje onnodig. Maar zij houdt ook van klassiek. Mijn droomvrouw, zet dat er maar bij. Hè? Dat is een beetje romantisch. Aangelegd, dan pak ze dat op. Ze had ook van klassiek, mijn droomvrouw. Bach. Klassiek. Bach. Beethoven. Beethoven. En die gast van. Kom maar, we lopen net langs. Amadeus. Bach, Beethoven, Amadeus. Amadeus, ja. Zou ook van klassiek. Zij kan heerlijk vegetarisch koken. Zij kan heerlijk vegetarisch koken. Maar ook af en toe een lekkere steak. Weet je, dat ze niet de hele dag, dat ik elke dag alleen maar vegetarisch, want ik vind het wel... Lekkere... Ik eet momenteel vegetarisch, maar een steak er tussendoor, dat is wel goed als ze ervan kan. Steak? Dus als we zetten, zij kan vegetarisch koken, alleen heb ik toch gok dat ze geen biefstuk kan bakken. Maar af en toe een lekkere steak. Ja, dat is goed. Even kijken, dan verdere hobby's. Brieven die wij binnenkrijgen, kunt u komen afhalen. Ik moet er goed, vandoor. Dan gaan we eens even kijken. Dat is dus. Wat, is dit 1, dit is 2. Kost maar deze. Dit is de. Nee, dit poging. Is 2, dit is 3. Dan komt dit er tussenin met 3. Dat is 1, 2, 3, 4, 5. Dat is 5 maal 20 gulden 45. Dat is dus 100 gulden 26. Dat is 120 gulden 25. Mozes Kribbel, hè. Mozes Kribbel. Ik bedoel, ik heb er nog geen eens, dan jaagt ze me nou al... Ja, maar u krijgt daar toch wel zo'n lichtpuntje voor? Ja, dat is een vuurtoren man, dat is toch geen lichtpuntje? Dat is veel te lang. Dat is veel te duur. Nee. Daar moet wat uit, hoor. Bij de humor, daar... Koot en bieden maar uit. Oké. Freek de Jonge daar ook maar uit. Van op muziek. De Grateful Dead kan er wel uit eigenlijk. En doe Dylan er maar eigenlijk helemaal. Eigenlijk vind ik het helemaal niks meer. Ook die oude Dylan niet. Ik draai het toch nooit meer, weet je wel. Dus, dat is te gek hoor. Hey, ik had gedacht, lichtpuntje, ja, gulden of 4, 5, weet je wel. Gulden of 4, 5? 6. Dus, omdraaien. Als ik. Wat krijg ik voor 5 gulden? Wat kan voor 5 gulden? Ja, dan komt u hier op deze regel. Ja. Plus nog deze vakjes. Dat is een lettertje of... als we nou afmaken op 5, dan zal ik je matsen, weet je wel. Dan maak ik het af op 5 gulden. 5 gulden. Dus dit vervalt allemaal en het wordt een lichtpuntje van 5 gulden. En ik betaal ik je akkoord. Wat had u gedacht? Die leg ik hier op de toonbank, weet je wel, meteen. Zet dan maar man zoekt vrouw. Man wil vrouw. Met baardje. Met baardje. Dit zijn dus 2 van de 3 afleveringen. Ja. Want in de derde gaat Wim de Bie, die onderschept de brief. En die gaat zelf eerst de dames... Oké. Ja. Dus maar het wordt nog gekker. Maar dit zijn ook mensen die nog steeds... blijkt wel ontzettend goed zijn. Ja, goed ja. Nou ja, goed, het is natuurlijk wel zo dat ze hebben zo ontzettend veel gemaakt dat het ook een gedeelte van hun dingen zijn soms ingehaald door de tijd, maar zijn dan wel een mooi tijdsbeeld. Ja, precies.
En ook weer een grote dosis aan eigenheid. En, wat heet? Dat is een beetje... Ja, god, ze hebben de taal omgevormd, zeg maar. Ja. Dus, ja. Ja, nee, grote respect. En, ja. Ook niet aardige mensen ook. En ook, net als André van Duin, ja, ook zijn authenticiteit... Helemaal bewaard, ja. Ja, dat zijn toch wel de mensen waarin je het met in jouw leven mee moet doen, zeg maar. Gewoon, je moet zomaar net de pech hebben dat in de tijd dat jij leeft, dat er niet zulke mensen zijn. Ja. Ja. Saaie tijd. De Herman Broden en de Coat & Bies en de, zeg maar de puntige uitsteeksels van de maatschappij. Ja. We gaan naar een stukje politiek... manifest. Pak even mijn papiertje erbij. Pak het erbij. Wat gaan we krijgen ook weer? Ja. In die volgorde ook? Ja, we hebben er eigenlijk... Ik heb er één onderwerp van gemaakt, maar het zijn twee dingen die op elkaar aansluiten. Zal ik er dan van tevoren wat over zeggen? Wat jij wil. Ik denk het wel. Wat? Of krijgen we eerst wat anders? Weer zijn. Maar dat is zoiets anders. Ik zal er ook op gaan letten. Ja. Dat is inderdaad iets totaal anders. Iets totaal anders. Geen politiek. Draai je maar, hè? Vind je niet? Hoe iets... het gaat om de muziek van het fragment ook. En hoe iets totaal in je hoofd kan veranderen... door de manier waarop het gebruikt is. André Rieu opeens in een heel ander licht te staan. Precies, ja. En daar gaat hij. Ja, mooi. Toen ik dit voor het eerst zag... echt hetzelfde van met André van Duin. Als je hem in een ander kader zet, zoals die Strauss-wals, die kende ik natuurlijk zelf ook tot op het bot door dat spelen bij dat kinderoperette-balletgezelschap. Ja. En ik had er eigenlijk al een bloedhekel aan. Überhaupt wat die muziek uitstraalde. Ja. En Johann Strauss, dat vreselijk altijd. Beetje het carnaval van de klassieke Totdat muziek. Ik op een gegeven moment in de bioscoop zit en... Ja. Dit over me heen krijg. En het is natuurlijk ook net even iets anders gearrangeerd. Maar Strauss in gecombineerd neerzetten met het universum. Ja. Het wordt tijdloos daardoor. Ja. Het is natuurlijk bekend feit dat muziek en beeld samen
iets opleveren. Wat heel verrassend kan zijn. Maar ja. dit was een van de grote, ja, hoe zeg je dat? Een moment waarop ik kon bedenken van de mening wat je ergens over hebt, kan wel eens door iets heel plotselings voorkomen veranderen. Ja. Geen letten. Eigenlijk niet. Nee. Kan je heel kort iets zeggen over het volgende, dus wel het politieke onderwerp? Ja. Nou, ik zat in de auto en ik luisterde naar Radio 4. Het was een programma waarin een gast was. En die gast die kende ik nog niet zo goed. En dat bleek de staatssecretaris van cultuur te zijn. En die mocht op het eind van het programma, hij was net nieuw, dus hij was naar de radio onderhand gekomen om zijn persoonlijkheid en hemzelf meer bekend te maken onder het volk. Ja. En hij mocht dus, wat elke gast dan in dat programma mocht doen, mocht hij op het eind zijn ultieme keuze was van de Nederlandse klassieke wereld. Wat zou jij dan willen laten horen, hetzij aan het Nederlands volk, hetzij aan de wereld. En toen zei hij van, de beste ambassadeur voor Nederlands klassieke muziek, of serieuze muziek, dat vind ik toch wel André Rieu. En ik dacht, nee hè. Moeten we hier, wordt dit onze staatssecretaris van cultuur? Want het was echt helemaal in het begin. En ik heb echt bijna de auto stil moeten zetten van, wat? Weet je, dat kan toch niet? Ik bedoel, alle respect voor de zakenman André Rieu en hoe die alles voor elkaar heeft. Ja. Maar, ik bedoel, zolang je Andriessens en weet ik veel hebt, dat kon er bij mij niet in. Nee, precies. En het is ook gebleken dat nu achteraf, nu is die voorzitter van de VVD. Dus het is waarschijnlijk een soort ruilhandel geweest. Ja. Van, we hebben een grote schoonmaker nodig op cultuur. Wil jij dat klusje voor ons klaren? Het vervelende klusje. En dan kan je later voorzitter worden. Ik denk dat het is geweest. Ja. En, maar ja, een van de mensen die dus tijdens de schoonmaakacties van Zijlstra en alle narigheid die hij heeft veroorzaakt, of in ieder geval dat kabinet, die daar heel erg tegen in is gegaan, maar dan met een vakmanschap en een prachtig gebruik van de taal, is Ramzi Nasser. Ja. Ja, prachtig. Ja. Ja. Drie fragmenten. Eerst zien we Halbe Zijlstra. Daarna de dichter des Vaderlands in twee fragmenten. Ik kon van hem niet het allerjuiste fragment vinden, maar we hebben een combinatie gemaakt. Ja. En dit is trouwens een film van Lucky TV, wat ook niet mocht ontbreken. Discussie al. Ruimschootse heeft plaatsgevonden met de minister. Kloppen de bedragen van de AOB, 100 miljoen, min of meer, die kloppen. Zo is geen nieuws, want waardoor worden bedragen veroorzaakt? Dat is namelijk zo even het simpele feit dat een begrotingsjaar 2013 is een kalenderjaar en een onderwijsjaar loopt van september tot en met augustus. Nou ja, dit was een kleine schets van. Ja. Zo, Jeep. Te liegen en dan te moeten zien dat het gedrukt staat. Hoe voelt dat om als christendemocraat de zijde van Herodes te verkiezen en 100.000 kinderen te doden omwille van één koning? Volkenrecht? Ik ken een land dat doze resoluties juist dankzij ons al jaren naast zich neerlegt. Zie hier onze premier. Hij leest de krant en denkt, laat ze maar lullen. Mijn geweten is zuiver en geen koren zonder kaf. Het is goed te liegen voor het vaderland. De beste wensen nog van alle Irakezen. Massaal vernietigd en bevrijd in het graf. Hoppakee.
We hebben nog een vraag mee. Dat de behaalde winst miniem zal zijn, dan zegt dat iets over ons beschavingspeil. Dit kabinet toont enkel zijn grijns en zijn tanden. Het trekt ons terug naar een dierenrijk. En natuurlijk, wij kunnen al ons geld ook uitgeven aan eten, wonen, neuken en slapen. Want kunst irriteert, zoals een asielzoeker irriteert. Zoals twijfel of nuance irriteert. Of de klachten van iemand die lijdt aan depressies. Stuk voor stuk zaken die ons allemaal doen twijfelen aan utopieën. Zoals daar zijn de raszuivere natie of de heilstaat van de vrije markt. Dat is de reden van uw rancune. Daar is geen woord Frans bij. Nee, nee, nee. Dus, het is zo duidelijk en ik vind het zo mooi zoals hij dingen zegt. Ja. En, dat hij de emoties eruit laat die verkeerde dingen kunnen oproepen. Eigenlijk had ik de speech willen zien die hij bij dat programma had gemaakt van de kaalslag van de cultuur. Maar toen het uit een hoop artiesten hebben opgetreden, stond ik echt van ja, nou. Heel terecht de dichter des vaderlands. Maar we konden hem niet vinden. Nee. We gaan snel over naar het volgende. Iets ter lering en vermaken, ook op muziekgebied. En ja, ja. Ik denk dat we hem gewoon in moeten starten. Ja. Denk je, vind je niet? Ja, je krijgt op een gegeven moment wel in de gaten waar het om gaat. Ja. She was shocked because she was expecting us to play another concerto. So when I started the first bar of the D minor concerto, she kind of jumped and panicked, like an electric shock, I think. And she couldn't consider even moving ahead playing, you know. And then we talked a moment. And she told me I was expecting to play a completely different piece. I do what I can do if I remember. And the miracle is that she has such a memory that she could, within a minute, switch to a new concerto without making one mistake. Fabelachtig dat ze niet onvoorbereid, nee, anders voorbereid. Ja, het is een nachtmerrie natuurlijk. Ja. voor een volle zaal. Ja, concertgebouw. Ja. Dat je dat overkomt. Dat, mooi moment. Ja. Stars.
Ik moet misschien wel leuk. Vorige week had ik ook zo'n soort momentje, maar dan heel anders. Ik had een aria voor Tanja Kos geschreven, ja. Voor haar cd. En dan was ik uitgenodigd om in Den Haag in de Philipszaal bij te wonen. En dan zou ze voor mij dan speciaal dat uitvoeren of zo, die aria. En toen vroeg ze mij op het podium en in de toegift. En toen zei ze, ik heb een leuk ideetje. Jij gaat het dirigeren. Ik heb nog nooit gedaan. En dus moest ik ook aan denken. Van, sta je voor een volle zaal, voor een orkest. Gelukkig een heel welwillend orkest. Maar stond ik van... Oh. Maar zij had natuurlijk nog een veel verantwoordelijker taak. Echt waanzinnig. Zoals het oplost. Zeker. Ja. Maak een enorme sprong, want we gaan naar Obama. Althans, naar de familie Obama. Ja. Over rare situaties gesproken. Van, zeg maar, de president van Amerika, die dus, het was in het programma, misschien hebben jullie het onlangs ook gezien, het programma Broers en Zussen. En ja, de Obama blijkt een broer te hebben in Kenia, die daar in volkomen armoede in Sloppenwijk woont. Laten we kijken hoe dat is. Ja. My father was a foreign student, born and raised in a small village in Kenya. Obama. Everybody wants to know him. It's very difficult. Even sometimes when he walks around, they call him George Obama. I'm kind of choosy, because I don't know what the motives of the person coming to see me are. Do you remember it when he became president? Yeah. There must have been a big moment, I mean, for you as well. Yeah, I was proud. Are you proud of him now? Yeah. I'll always be proud of him. Did you meet him? Yeah. What did you describe the first time? I think that's possible. Let's finish. You don't like to talk about him? I don't talk about people who are not in the picture. But why is that? You could ask him. Go ask him for yourself. You know, yeah, it's difficult for me to talk about someone. It feels like gossip. I'm kind of choosy, because I don't know what the motives of the person coming to see me are. I'm exhausted. Mm-hmm. Yeah. We're almost finished, but I would, just for my sake, because we have, if you met your brother twice, I know, because I read it in your book. You had one question. It's 10 questions, and I've answered but them. But I'm just curious to know why you shouldn't tell me what he's like. I don't know. He's American. Would you like to meet him again? Yeah, I guess he's my brother. Ja, zo. Zo'n absurde situatie. Ja. En ik vind het zo prachtig zoals hij zijn boer gewoon in bescherming neemt. Ja. Ja. Terwijl vanuit die positie kan je ook, ook hele andere dingen zeggen. Heel onzeker over wat hij wel of niet kan zeggen. Ja, dat komt omdat hij wordt vaak misbruikt. Want dan heeft hij een interview gehad met Westerse journalisten. En natuurlijk voornamelijk Amerikanen die... Die het natuurlijk op uit zijn om Barack gewoon een slechte naam te bezorgen. Ja, door zijn broer in de Sloppenwijk te visiteren. Maar dan komen ze erachter dat de situatie eigenlijk helemaal niet zo is. Hij is in feite tevreden met zijn situatie. Ja. En hij legt helemaal geen schuld aan zijn kant. Nee. En dus die journalisten komen van een koude kermis thuis. Maar ze schrijven wel rot artikelen over. Ja, ze willen natuurlijk allemaal story- en privéverhalen loskrijgen. Ja. We slaan het volgende moment, Kasper, slaan we over. En we gaan weer naar een Dat was Gorbachev. Dat was Gorbachev. In de serie van Hoop en Troost.
Maar dan krijgt ze niet te zien. Dat wordt anders eerste weggeveegd. Kunnen we niet rondkrijgen. Stukje muziek. Ja. Dat was het. Hier komt de quizvraag. Ja. Wie heeft de pauzes geschreven? Virtuose uitvoering. Die zit er lekker in. Op de ergens in Japan op een rotje. Ja. While My Guitar Gently Weeps. Jouw favoriete Beatle. Ja. Die altijd twee ukuleles bij zich. De John Lennon is natuurlijk de beste Beatle, zeg maar, de meest betekende Beatle. En Paul heeft misschien het meest geschreven en is nog steeds actief en nog steeds heel goed spelend. Maar George vond ik de sympathiekste. Ja. En hele mooie nummers gemaakt. Dat was ook heel sympathiek. Hij had altijd twee ukuleles bij zich, zodat hij altijd met iemand samen kon spelen. Ja. Nou, het toch? Bewijs. Dat ja, schetst. Ja. Plus wat hij voor Monty Python ook heeft gedaan. Ja. En zijn underdog rol in de Beatles, waar hij zich prachtig uit heeft weten te verlossen. Ja. Onder andere dit liedje. Ja. En heel bijzonder om lid van zijn groep te zijn met van die zulke grote ego's of zulke grote krachten. Ja, ik denk dat hij een beetje samen met Ringo natuurlijk gewoon de olie was van de machine. Ja. Het volgende fragment moeten we ook gewoon eerst even rustig naar kijken. Ja. Dat is een beetje startproblemen. Ja. Volgende quizvraag. Thank you.
aan een iconisch tv-moment. Ja, ja. Maar ja, gewoon een illustratief voor de kracht van de eenling. Van ja. Wat je kan veroorzaken als gewoon als één man. Ik vind het zo ontroerend. Van gewoon dat spel tussen die tank en die man. Van, in die tank zit natuurlijk ook een man. En ja. Die denkt van, nou, laat ik niet lullig doen. Laat ik niet over hem heen gaan, maar ik ga een stukje opzij. En dat hij dan er weer voor springt. Ja. Gewoon met zijn twee plastic tasjes. Ja, het was ook een hele slimme move, vond ik. Want ergens chanteerden die gasten. Die konden dat voor het oog van de wereld niet maken. Slim. Je speelt wel echt iets met je leven. Ja, en, absoluut. Maar er zat wel een idee achter. Ja. Ik weet niet in hoeverre hij echt van plan was dat te doen. Want ik bedoel, met zijn twee tasjes, met boodschappen. Ik weet niet wat er in die tasjes zat, maar... ik vind het heel, heel, heel ontroerend. En ook het rare eraan dat nooit bekend is geworden wie dat is. Nee. Is geweest. En weet ook niet wat er met hem gebeurd is, natuurlijk. Ik bedoel, het kan natuurlijk ook wel buiten het oog van de wereld heel fout met hem zijn afgelopen, zonder dat wij dat weten. Ja, die kans is groot. Ja. Frank Zappa. Ja, de kracht van de eenling. Ja, weer. Zappa ben ik natuurlijk grotendeels heel lang fan van geweest en in principe nog steeds wat hij muzikaal heeft gedaan. Een van de weinige mensen die echt op verantwoorde manier humor in muziek heeft kunnen verwerken. Maar daarnaast vond ik hem zo geweldig als personality. Ook voornamelijk tijdens in de tijd dat er dreigde dus een censorship gevormd te worden door een vrouwenbeweging. De voorzitter daarvan was de vrouw van Al Gore. En die wilde heel graag dat popmuziek in Amerika gelabeld zou worden. Naar leeftijd en naar zeg maar gevaarlijke teksten. Hoe dan ook. Dus te vreselijk om over na te denken. Ja. Maar omdat het nogal een vrij heavy politieke lobby had, durfde er heel weinig mensen daartegen in te gaan. Ja. En Zappa was eigenlijk de enige met John Denver, geloof ik. Maar Zappa die heeft dan de eloquentie en die is in die rechtbank gaan zitten en die heeft daar een heel duidelijk betoog neergezet. Ja. Maar hij had ook Michael Jackson gevraagd en noem maar op. Alle grote artiesten heeft hij aangeschreven van hier moeten we toch iets tegen doen. Ik heb het een beetje druk. Ja. Maar hij zat er. Hij deed het. Ja. Laten we kijken. History recites, gonna drive my love inside you. And Senator Gore's wife talks about bondage and oral sex at gunpoint on the CBS Evening News. People in high places work on a tax bill that is so ridiculous, the only way to sneak it through is to keep the public's mind on something else. Porn rock. Is the basic issue morality? Is it mental health? Is it an issue at all? The PMRC has created a lot of confusion with improper comparisons between song lyrics, videos, record packaging, radio broadcasting, and live performances. These are all different mediums, and the people who work in them have a right to conduct their business without trade restraining legislation whipped up like an instant pudding by the wives of Big Brother. Is it proper that the husband of a PMRC non-member founder person sits on any committee considering business pertaining to the blank tape tax or his wife's lobbying organization? Can any committee thus constituted find facts in a fair and unbiased manner? This committee has three that we know about: Senator Danforth, Senator Packwood, and Senator Gore.
For some reason, they seem to feel there is no conflict of interest involved. Nou, zo gaat het nog even door. Children in the vulnerable age bracket keurig have a natural love for music. El Gore, if as a parent, you believe they should be exposed to something more tijdens het proces ook moest zeggen van zichzelf dat hij eigenlijk wel heel erg fan van Zappa was. Ja. Maar het viel op dat moment een beetje zuur. Ja, ja. Ja. Een klein stukje fun, even tussendoor. Fun, ja. Vind je niet? Ja, ja, graag. Wat was het? Dat wordt dan... Ja, ja, now for something completely different. maar niet dat. Het is iets waar ik een nacht lang van heb liggen lachen. Maar kijk, het kwam ook een beetje door een jointje. Nou, het is nu al leuk. Ja. Wonderen der natuur. Wat jammer dat de film steeds breekt, hè? Ja. Ja, het is de neusaap. Gaat dit ook van onze tijd af? Ja, dit gaat van onze tijd af. Probeer anders de volgende maar, want... Nee. Nee? Het is heel kort. Ja, maar andere mensen dan ik ook. Ik ook. Ik sta je bos. Je werd warm, heel kort. Ja, dat, ooit in, we speelden met de Nits in Zwitserland, waar we hadden een dagje vrij, gingen we even naar de dierentuin. En daar heb ik de neusaap voor het eerst ontmoet. En we sliepen toen nog met z'n 13 of zo in één kamer. En op een gegeven moment zei iemand... we hadden al vreselijk gelachen die hele dag over die neusaap. Want we hadden hem ook zien zwemmen. En dan die neus die drijft dus op het water. Het is een volkomen belachelijk beest. Maar... En toen midden in de nacht zei iemand gewoon weer neusaap. En vanaf dat moment hebben we alleen maar de hele nacht door gelachen. Maar goed. Dat moet je wel helpen. Als je wil lachen, als je rot voelt, dan moet je dat even opzoeken op YouTube. Ja. Dan ben je zo weer blij. We gaan bijna afsluiten met een prachtig muzikaal stuk wat jij hebt uitgezocht. Ja, ook... Het is eigenlijk ook weer redelijk cliché geworden, omdat het toch wel bekend is geworden op een gegeven moment en te veel gedraaid. Ook met de Nits speelden we een keer in Frankrijk op een festival waar ook Zappa speelde. Dus wij stonden toen hongerig in het publiek. En voordat hij begon te spelen, kregen we door het PA echt keihard voor het eerst dit te horen. Yeah.
Waar keken we naar? Ja, een Bulgaars koor. Ik weet er het fijne niet van. Of dit nou puur volksmuziek is. Volgens mij is het bewerkt door hedendaagse componisten. Maar gewoon de gegevens komen wel gewoon uit de Bulgaarse volksmuziek. Ja. En zij zien er dan redelijk verkleed uit. Maar soms heb je ook van die dameskoren. Het zijn echt van die hele gezellige huismoedertjes. Ja. En die dan dat tevoorschijn toveren. Ja, het is echt, ik vind het waanzinnige muziek. Ja. En ook de manier waarop ze zingen is ook weer heel anders. Zeg maar, zoals wij vibrato hebben. Van, ja. Het komt er helemaal niet in voor. Maar ze hebben zelf van die blokgolven. Ja, ik kan het niet nadoen. En prachtige harmonie. En snijdt door je ziel. Ja, ja. Dus het leuke is ook van, ik heb in mijn leven een heleboel dingen gesampled. En ik dacht van, nou, dit is natuurlijk bij uitstek iets om te samplen. Daar kan je iets waanzinnigs mee doen. Maar dat werkt dus niet. Okay. Dus het heeft iets. Het beschermt zichzelf tegen het samplen. Oh, bizar. Ja. Ook weer een stukje uniciteit. Dat was een beetje het thema vandaag. Hè? Ergens voor staan. Dat vind ik toch wel heel, heel, heel prettig van mensen. Als ze iets doen wat. Ja. Wat heel eigen is. En hoeft niet altijd. Je hoeft niet altijd meteen voor een tank te gaan staan, maar nee. Iets van dat graag. Ja. Dat was het zo'n beetje. We hebben nog een klein uitsmijtertje. De afronder. De afronder aan dit interview. En dat is deel 2 van het eerste fragment. Ja. Wilt u nog eens een klein motiefje spelen? Maar nu... Wim Sonneveld en Godfried Bomans. Ja. Het maakt wel heel spannend zo. Dit keer iets zeggen. Ik vind u een aardige, sympathieke, bescheiden, brutale, gezwollen, prollerige, zelf ingenomen, gedegenereerde kwal. Kwal. Nog even de repliek van Godfried, als je hem... Ik had me dezelfde gedachten die u zo voortreffelijk geuit hebt, maar dan speelde ik weer mijn werk en dan begreep ik... Nou. Gewoon de troost geweest, die hebt u niet. U bent een kwal zonder muziek. Nou, zo wou ik geen afscheid nemen. Ik vond het bijzonder aangenaam, ook om het met je voorbereid te hebben. En om dit, was voor mij ook de eerste keer om te doen. Vond het erg leuk. En dank je wel voor de uitnodiging. Hartstikke gaaf. Dank je wel. Is voor mij. Lekker. Het is raar om niet gespeeld te hebben, maar het zij zo. We kunnen naar de borrel, toch? Oh, de hoed. Nina gaat even met de hoed rond voor een bijdrage voor dit niet gesubsidieerde gebeuren. En of je zo vriendelijk wil zijn om een stoel mee naar boven te nemen. Ik ook. Nee.